Gemeente Overbetuwe komt dit jaar 2,5 miljoen euro tekort voor jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Waar dit tekort, wat onder andere de jeugdzorg, huishoudelijke hulp en thuiszorg treft, vandaan komt, is nog onbekend. BOB, VVD en PVDA willen uitleg over de kwestie. En daarom wordt er een spoeddebat georganiseerd. En in dit spoeddebat moet natuurlijk duidelijk worden waarom de kosten zo hoog zijn opgelopen, maar ook waarom de Raad pas zo laat is geïnformeerd over deze financiële tekorten. De zorgkosten die nemen gewoonweg toe. Iedereen krijgt wat meer loon. Daar zijn wij ook voorstander van, dat mensen ook goed betaald worden. Want ze doen belangrijk werk, dus dat moet ook goed betaald worden. En we weten dat dat ook moest gaan gebeuren. Alleen nu pas weten we dat dat structureel 2,5 miljoen voor Overbetuwe gaat betekenen. Elk jaar dat we dat moeten bijpassen. Dat geld dat hebben we niet zomaar gevonden. En daar hadden we door het college graag eerder in worden meegenomen. Waarschijnlijk had het hoge bedrag ook niet voorkomen kunnen worden. De tarieven van de zorgaanbieders worden hoger, net zoals alle lonen stijgen. Kijk, als mensen ondersteuning nodig hebben, dan kunnen we als gemeente niet zeggen van u krijgt die ondersteuning niet. We kunnen er wel naar kijken van is er een goedkopere vorm van ondersteuning mogelijk. Dus misschien dat daar nog iets in te repareren valt. Maar zeggen van tegen mensen, kinderen van, die de ondersteuningszorg nodig hebben van gaan we ergens anders naartoe, dat kan niet. Dus we zijn verplicht om die ondersteuning te geven. Dus op de zorg zal er ook niet zoveel bezuinigd kunnen worden. Dus we moeten gaan kijken van wat betekent dit voor Overbetuwe. Ondanks dat de hoge kosten waarschijnlijk niet voorkomen hadden kunnen worden, vraagt de Raad wel om andere communicatie vanuit het college. Dat het college ons voortaan eerder in positie brengt, daar gaat het om. Het college heeft een actieve informatieplicht richting de gemeenteraad. Dus dat wil zeggen dat ze ons moeten informeren over belangrijke dingen, niet over alles, maar over belangrijke dingen zoals een structurele kostenpost van 2,5 miljoen. Daar hadden we eerder over geïnformeerd willen worden. Ik heb in november vorig jaar al gevraagd aan de wethouder van vertel ons wat dat gaat betekenen. Toen hebben ze een reservering in de begroting opgenomen van 690.000 euro. Nou, het blijkt nu dus dat dat 2,5 miljoen moet worden. Dat hadden we wel eerder willen weten en moeten weten. Vanavond zal het debat tijdens de gemeenteraadsvergadering om 19:30 plaatsvinden. Waarin het zeer waarschijnlijk is dat de gemeenteraad uitleg geeft hoe deze financiële tegenvaller te willen opvangen.